Ik durf het bijna niet te zeggen, maar welkom bij Vlogmasdag 22. Cause we got Christmas soul. Yeah, we got Christmas soul. Yeah. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dag 22. Het is mijn zaterdag, het is mijn officieel vakantie. En ik heb een aantal hele gave en leuke mededelingen. Mede voor mezelf. Allereerst is de Chromebook helemaal klaar en voor gebruik en doet alles helemaal top. Ten tweede heb ik gisteren de telefoon van mijn ouders gekregen die ik super graag maar echt wilde hebben. Deze wilde ik nog liever dan de J6 die ik toen heb gekocht. De J4. I got it, finally. Hij is zo groot, ik wilde zo graag deze grote telefoon, maar ze verkochten hem toen al in de winkel. En nu wel. Dus heb ik deze van mijn ouders gekregen. Maar wat ik met die andere telefoon heb gedaan, dat hou ik nog even voor mezelf. Verder ga ik de adventkalender openmaken zo meteen. En ik wil jullie nog iets meedelen. Want ik weet niet of jullie het kunnen herinneren. Bijna een jaar geleden is natuurlijk mijn hondje Tommy overleden. En dat heb ik natuurlijk allemaal vastgelegd. Maar we hebben toen iets laten maken wat eigenlijk heel speciaal was. En wat naar de juwelier moest. Maar het is eigenlijk nooit van gekomen. We hebben dit hondenpootje laten maken bij het crematorium. En vervolgens moest er dit ringetje opgezet worden. Omdat deze dichtgesoldeerd moest worden. Dus we hebben bij de juwelier laten doen. Maar dat is er eigenlijk nooit van gekomen. We hebben het eerst zelf geprobeerd. Dat is totaal mislukt. En we zijn eigenlijk daarna nooit meer naar de juwelier gegaan om het te laten maken. Tot afgelopen week. Mijn moeder is naar de juwelier geweest. Heeft hem laten maken. En je zal denken, dit is gewoon een hondenpootje. Dat zou je kunnen denken. Maar dit is de afdruk van de voet van onze hond die is overleden. Deze is afgedrukt in inkt. Vervolgens is die op een blaadje neergezet. En hij is nagebootst in een groot rond blok. Net als wat ik hier met de kat had. Waar is die? Hier. Dit pootje wat hier ligt. Als je het een beetje kan zien. Dat is van de kat die we hebben gehad. Die is overleden. En ik wilde heel graag mijn hondje op een ketting. Dus dat hebben we gedaan. Dus ik heb hem eindelijk om. Ik kan hem eindelijk dragen. En daar ben ik zo blij mee. Maar goed. Buiten dat ik vandaag ook ergens een beetje moet gaan opruimen. Is het natuurlijk ook tijd voor dag 22 van de adventkalender. En volgens mij. Ik kom er nu achter dat ik 21 niet eens heb opengemaakt. Ik heb gisteren niks van de adventkalender opengemaakt. Wat erg. Nou, dan gaan we er vandaag gewoon twee doen. Ik heb gisteren zo'n drukke dag gehad. Dan gaan we er gewoon twee doen vandaag. Allereerst dag 21. Dat is waar. Ik heb gisteren helemaal niks opengemaakt. Helemaal vergeten. Oh, die camera gaat nooit blijven staan zo. Oh, jongens, daar blijft echt niet staan. Goed. Dag 21. Oh. Die is mooi. Een heel donker, wat is het? Rood, bruin, paars nagellakje. Die is echt heel erg mooi. Die is heel gaaf. Daar ben ik heel blij mee. Verder, dag 22. Die zit hiervoor. Het is een heel lang werkboekje. Ik denk iets van een eyeliner of zo. Wat is het? Ik heb geen idee. Sloop die adventkalender. Nagelveldjes! Van die houten nagelveldjes. Van die hele kleintjes. Die zijn echt perfect voor Ietas. Super top. Oh, echt heel erg leuk. Ik heb hier alles al neergezet. En deze luchtjes heb ik gisteren van mijn klasgenootje gekregen. Hoe lief. Zo leuk. En ze ruiken zo lekker. Dag 23 morgen. En dan dag 24. En dan is het voorbij. Maar dat gaan we nog niet. Daar ga ik er niet aan denken. We gaan gewoon lekker verder met dag 22. Zit lekker aan een eitje. En ik zit ondertussen lekker een video te kijken van Alicia Marie. Vlogmas. Even lekker relaxed. Ik heb de hele ochtend bezig geweest. Geëdit.
video had ik gisteravond natuurlijk niet meer geëdit, want ik was, ging pas, ik was pas om, wat was het, 12 uur, half 12 thuis zo. Maar ik had geen zin meer om te editen. Dus dat heb ik net pas gedaan. Dus ik ga zo meteen uploaden. En dan is het wachten op de hoesjes die vandaag binnenkomen. Ik heb namelijk voor mijn moeder haar kerst een nieuw hoesje besteld. Eigenlijk alle kerstcadeaus die ik heb gekocht, heb ik eigenlijk al gegeven op het cadeau van mijn moeder en mijn neefjes na. Goed, er is een papegaai mijn kleding aan het slopen. Maar goed, dat is bijzaak. Oh Rio, ik doe je wat zo meteen. Het hoesje is binnen. Alleen heb ik net smartphone hoesjes gebeld om te vragen. Ik wil jullie neerzetten. Om te vragen of ze hem misschien terug willen sturen. Want het sluit dus gewoon totaal niet goed aan. Dit is het hoesje. De camera stuk gaat over de camera heen. Dus mijn pa die gaat dit straks slopen. Of tenminste volgende week waarschijnlijk ergens slopen. En hier zit mijn geluidstreepje. Maar die is met een uitsparing gemaakt. Naar deze drie kleine puntjes die hier zitten. Maar dat is... Oh Rio. Er hangt gewoon een papegaai aan mijn rug. En als je nu vraagt, wil je wat nuttigs? Nee, niet echt. Dus ja, het is gewoon nogal allemaal een beetje vervelend. Want ik had gewoon gehoopt dat het hoesje goed zou zijn. Maar dat is hij dus niet. Maar ik heb dus net smartphone hoesjes gebeld. Die sturen mij een nieuw hoesje op. Ik heb gevraagd van, joh, moet ik hem terugsturen? Moet ik een retourbon invullen? Maar dat hoeft er niet, want ze kunnen hier dus ook niks meer mee. Dus vandaar dat mijn vader volgende week dit halve ding gaat slopen. In de hoop dat ik hem misschien ooit nog kan gebruiken of iets. Maar ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je een hoesje moet gaan slopen om hem te kunnen gebruiken. Dus ja, ik hou gewoon eventjes lekker mijn siliconen hoesje erom als ik weet waar ik hem heb gelaten. Hier is die. Dus die hou ik er gewoon lekker om. Want ik wil natuurlijk niet dat mijn telefoon kapot gaat. Dus ja. Dat dus. Dus, maar ik heb hem in ieder geval wel binnen. Het hoesje van mijn moeder is ook binnen. Hij is superleuk. Ik ga hem jullie even laten zien. Momentje. Zit die er nou goed in? Ja. Dus ik heb mijn siliconen hoesje er gewoon weer omheen. Door transpiranten. Dit is het hoesje van mijn moeder. Superleuk. Ik vind hem echt heel erg leuk. Kijk. Hij is echt heel erg tof. Dus die ga ik er zo geven. Ze is bij de kapper. En ze komt zo naar huis toe. Dus dat is wel mooi. Nu kan ik hem aan haar geven. En ja, dan ben ik voornamelijk vooral benieuwd wat ze ervan vindt. Ik ga zo naar mijn oma. Omdat mijn oma natuurlijk gisteren... Oh, dat heb ik niet verteld. Mijn ouders en ik hebben gisteren voor mijn oma een nieuwe telefoon gekocht. Omdat haar telefoon gewoon echt het gewoon amper mee deed. En ja, ik weet niet. We vonden het allemaal wel een beetje lullig. Dus we hebben voor haar een nieuwe, niet al te duur natuurlijk, een nieuwe telefoon gekocht. En ja, die heeft mijn vader gisteravond ingesteld toen ik met mijn oma bij de bios zat. En alleen er waren een paar dingen die nog een beetje ingesteld moesten worden. Dus dat ga ik zo meteen, dat ga ik zo meteen even doen. En dan ja. Gaan we zien hoe het verder gaat lopen vandaag. Maar dat zijn even op zich de plannen nog voor de middag. Het is 3:10. Dus ja, niet heel veel plannen vandaag eigenlijk. Ik ga mijn middag spenderen bij mijn opa en oma. Ik moet mijn oma nog een paar dingen uitleggen wat betreft zijn telefoon. Ik moet nog een paar dingen doen op die telefoon. Dus ik ga daar vanavond waarschijnlijk ook even mee eten. We eten toch hetzelfde als wat ik thuis eet. Dus dat is op zich wel... Oeh, wind. Dat is op zich wel fijn. Ik heb mijn eigen laptop ook meegenomen. En ja, ik ga er even aan de slag. Ik weet niet precies wat ik daar ga filmen. Omdat mijn opa en oma het niet heel erg chill vinden.
Als ik daar rondloop met mijn camera. Maar, who knows? Ga vanavond toch lekker snackjes eten. Lekker warm. Goed, lieve mensen. Het is donker, I know. Maar ik ga wel alles dicht doen. Het is namelijk al later op de avond. En ik ga editen. Er moet nog geëdit worden. Het is 10 uur. Ik ga editen. Ik ga zorgen dat de video klaar staat voor morgen. Want morgenochtend ben ik namelijk thuis. Dus moet ik het nu doen. Ik ga editen. En daarna ga ik lekker slapen. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen bij de ene laatste dag.